Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Liam al klaargemaakt, Sam al klaargemaakt en Jordi ook om even naar de winkel te gaan. Liam blijft ook thuis de hele week, want ik wil dat schimmeltje behandeld hebben. Ik wil dat dat verbeterd is. Dus het vrijdag nog niet verbeterd, ga ik hem in naar de huisarts. Dus dat is wat de bedoeling is. Maar nu ga ik eerst eventjes naar de winkel. Ik moet luiers hebben, ik moet pap hebben, ik moet een paar boodschapjes hebben. Dus dan gaan we maar eens even regelen. Nou, de kindjes die liggen nu op bed. Maar echt. Liam die heeft echt schimmel. En ik heb ook een vriendin even laten kijken. Die is ook dan wat meer een thuis. Dus ze zei ook van, ja, zegt ze, is een klassiek geval van schimmel. Oké, prima. Dan doe ik dus wat ik moet doen. En Liam heeft daar gewoon last van. Dus vanavond gaat hij gewoon weer lekker in de douche. En Jordi met zijn oren gaat eigenlijk wel goed. Ik heb hem gedruppeld. Dus dat is helemaal in orde. Nu staat nog steeds een kinderprogramma hier aan. Ik kan de afstandsbediening nergens vinden. Dus die ben ik ook de hele tijd al aan het zoeken. Ik weet niet waar die is. Ik ga zo even een boterhammetje eten. En dan gaat het weer zoals het loopt. Ah, ik had hem hier neergelegd. Sam die is gewoon Sam. Die ligt gewoon lekker te slapen. Lekker rustig. En dat was het. De kindjes zijn wakker. Ik heb niet veel gefilmd. Liam heeft echt veel pijn aan zijn balletjes van de schimmel. Jordi die doet maar ook maar heen. En Sam is hier aan het spelen. Het is niet bijzonder. Wat is hij lief, hè? Die vent van mij. Hij doet voor mij even dweilen. Hij heeft ook gestofzuigd en mee opgeruimd. Dan kan ik eventjes bij voorlopig de laatste live zijn van een vriendin van mij. Om het goed af te sluiten. Dus een vriendin van mij die is vandaag voor de laatste keer voorlopig live op TikTok. Dus ik heb beloofd om daarbij te zijn met goedkeuring van Niels. Dus dat ga ik vanavond doen. Een hele goede morgen. Gisteren was livestream was gezellig. En ze heeft het goed afgesloten, denk ik. En Jordi is ook wakker. Die ga ik zo oordruppelen. Ze hebben allemaal al een fles gehad. Maar Jordi ga ik zo oordruppelen. Liam, die is beschimmeld. Niels heeft al zijn luier gedaan. En deze rat is er ook nog. Ja. En om 9 uur komt de fysio. Ik heb al kleren en alles klaar liggen. Dus ik ga ze zo dadelijk aankleden. En ik moet ook nog steeds dat ding in elkaar zetten. Ik heb dat ding gekocht bij de Action. Om Liam mee te laten spelen. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Dus dat komt nog. Jordi die is met de fysio even weg. Ik heb deze twee nog lekker in een pyjama en een blote bas zitten. Het is een beetje een ding. Op dit moment heeft Liam dus de theorie. Als ik een shirt aan krijg, moet ik ook een broek aan. En aangezien ik hem een beetje losjes wil hebben daar, loopt hij maar even zo rond. Het is hier warm genoeg. Het is hier 21,2 graden. Dus, doen we goed. Ik had alles en iedereen in bed liggen. En toen was deze vent wakker geworden. En deze vent heeft ergens oud, maar ik snap nog even niet waar. Maar dan gaat mama wel achterkomen. Nou, gewoon even lekker bij mama liggen. Hé, jongen. Lekker liggen. Ja, je bent verdrietig, hè? Hij zegt auwa. Maar ik kan niet achterkomen waar die auwa heeft. Zijn balletjes zijn nog wel rood. Maar hij heeft niet eerder erom zo gehuild. Dus het is niet erger geworden. Dus dat kan het waarschijnlijk niet zijn. Misschien is het een nachtmerrie geweest. Heb je slecht gedroomd? Heb je een nachtmerrietje gehad? Is geet? Hè? Wat de? Ja. Wat wil je kijken op de televisie? Gaan we lekker samen televisie kijken?
Ja, samen televisie kijken. Moet mama even de afstandsbediening pakken. Oh, jeuk. Is het nu weer beter? Nee. Ik ga even lekker samen met hem koelen. En knuffelen en zorgen dat Liam weer vrolijk wordt. Ik heb heel eventjes dat ding van de Action uitgepakt. En neergezet. Maar dan maak ik net de zandbak open van de kinderen. Om er wat zand in te doen. Voor buiten te spelen. Maar ik kwam dit tegen. Nou weet ik dat Niels nog ergens een zak zand had staan. En dat is helemaal goed. Maar ja, ik kan hem nou moeilijk buiten gaan laten spelen. Terwijl hij dat al gezien heeft en daarin wil spelen. Dus ik laat hem nu vandaag nog gewoon binnen spelen. Want ja, dat dus. Dus hij is nou gewoon lekker aan het spelen. Dat dus. Dus hij kan gewoon lekker spelen. En rotzooi maken. En dan vanavond doet papa even het oplossen. Alles en iedereen is helemaal wakker. Liam staat lekker bij speelgoed te eten. Jordi is daar aan het eten. Sam is hier lekker aan chipjes eten. Joef zit even in de gang. Ik ga dadelijk iets doen. Ik heb hier nog was liggen die in de kast moet. Maar ik ga dit opruimen. Dit. Het is mijn doorn in het oog aan het worden. En als het dat wordt, dan moet je hem weghalen. Ik heb natuurlijk wel gewoon nog daar allemaal mijn paas te staan. Maar ja, oh, ik heb net een chipje gehad. Ik heb er gewoon een kriemel in mijn keel van. Maar goed, dat dus. Dan ga ik daar eten koken en alles erop en eraan. Kindjes ondertussen van maken. Zorgen dat Jordi drinkt, want Jordi heeft nog niet echt gedronken. En dan gaan we dat regelen. Jee, ik kan eindelijk doen wat mijn grote broer doet, hè? Je bent vervelend. Je gaat daar je nest in. Ja? Maak je nest in? Nee, jij niet. Hé, hey, dat ding beweegt. Ondertussen is papa voetbal aan het kijken. Nee. Sammy. En dan zijn je broertjes naar bed. Is de hond lekker bij het vrouwtje gekropen. En wat gaat Jordi doen? Die gaat voor ons spelen. Lekker hè jong, als hondje spelen. En dan heb je hem gedruppeld. En dan vindt hij het op dat moment niet leuk. Maar hij houdt nog steeds van papa. Mm, papa van jou. Zijn wij zo echt zo over zijn? Ja. Dit is het. De kindjes slapen. We hebben hier een beetje opgeruimd. Ik ben aan het editen. En ik wil nog één ding eventjes melden. Vanaf volgende week. Komen er 2 vlogs online. Ja. Want ik wil er toch mee gaan experimenteren. En ik heb besloten dat de maandag en de vrijdag geüpload gaat worden. Dat is wat in ieder geval mijn bedoeling is. Ik zal het ook nog een paar keer herhalen. Dus in de volgende vlog zal ik het ook weer herhalen. Maar dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Maar nu gaan we deze vlog eindigen. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.